maken waar het zien we wel. Bekijk het maar eens. Nog altijd op een bolletje rijden, maar nu komen ze naar boven, nu moet het dus komen. Nu gaan we kijken voor wie de punten zijn. Het is nog altijd nog uit. Foto finish zeker uit. Lam, en dan zien we dat de wit verschijnt, dat de overwinning gaat naar Sophie Heijlen. En dus, moet ik er nog eens in met deze vier. Wij zijn nu half weg. En wie dat gaat winnen, dat wint wel. Nu hebben we dat nu wel een voorsprong voor Geen, voor Jurgen Ronsen. En Jurgen Ronsen die runt het in de tijd van 16 seconden en 80 honderdste. Maar ze zien wel op de monitor, stop, de groen valt af. En een nieuwe slag. 3, 2, 1. En we gaan er net mee overblijven, dat betekent dat we nog iets af moeten. Wie gaat dat zijn? Dus hier spannend krijgen, die spannende wedstrijden. En dan zien we dat het zeer net is en dan zien we dat de rood afvalt. En we zien dat de groen aan de leiding kan verhuizen met Gregory. En Gregory die achter die stond op. Gregory van Leijden. Fantastisch goede renners tegen elkaar. Wie gaat het zijn? Wie gaat het weg? En de bocht die de aankomst leidt toe. En dan zien we dat de overwinning gaat naar Geel. Naar Aaron de Jager. Die pakt de 4 punten. 3, 2, 1. En stop, groei vandaag. Afval, die krijgt 3 punten. En dan wordt dat dan voor de streden hoor. En stop. Geel vandaag. 3, 2, 1. De tijd van de winnaars op wit
Gianni en Martin Koeman is 35 seconden en 15 honderdste. En bekijk die massen op het gezicht van de inspanning. Nog een beetje gaan ze rijden en dan gaan ze aan die streep voorbij. Kom aan, groen nog, groen en wit. En ze zijn binnen. De overwinning die gaat naar rood. 33-63 voor de mannen Wim en Jurgen. Aaron de Jager en Guillaume Strubbe. Ze zitten op de gele. Dan hebben we de derde. Die mannen zitten op wit. We zien het daar verschijnen op wit met de twee Koemans. En tenslotte de groene die vierde geworden zijn op Gregory van Waaienberg en Gerrit Diependaler. Dames en heren, onze vier sterkste ploegen bij de vergunninghouders.